Is daar iemand? Oh, gelukkig. Ik was op zoek naar mijn frisbee. Hij zit vast. Relax, komt goed, joh. Blijf daar. Ja, blijf hangen. Snap je hem? Oh, je snapt hem wel. Knuppel graag. Oh, dank je wel. Geen probleem. En hey, maak je geen zorgen over je vingers. Wacht. Ah! Wauw, jullie zijn zo onconventioneel. Wat goed zeg. Dit is een klein bedankje. Het was niet zo moeilijk. Zijn dat squishers? Dat is een A-merk. Ben jij rijk? Wij zeggen liever ruim bedeeld. Prins Xavier. Prins? Als in broer van de koning. Eindelijk! Waar waren jullie toen ik vast zat in de boom? Excuses, uw hoogheid, maar het is niet veilig voor u zo ver van het fort. Vooral nu de gevaarlijke groene poncho hier rondwaart. Groene poncho? Geen idee. Oké. Ik zeg eerst even gedag tegen... Ik ben Maya en dit is Omar. Yep. Nou, Maya en Omar Jep, komen jullie een keer naar het Koningshof om met me te spelen? Tuurlijk. Ja. Perfect. Ik zie jullie nog wel. Maya en jij waren dus best wel close. Dat klopt. Wat gebeurde er toen? Alles was cool. We hingen rond met Xavier in de Koningshof en aten het beste snoep van de wereld. We zaten er hoog en droog. Kijk deze dan. Naar mij. Hallo, jij daar? Oh, goeie, uwe prinselijkheid. Iemand nog wat snoep? Maya, je lievelings. Je weet toch, doe mij maar een squish. Yo, hey, Maya, wie ben ik? Nou, kinderen, lief spelen. Oh, mijn snotje. Snotjes. Wat is dit? Oh, is een oude grap. Ja, man. Daar had je bij moeten zijn. Maar dat was ik niet, dus waarom hebben we het erover? Niet te geloven! Nog een boom voor het kapot. Hoe kan ik het koninkrijk uitbreiden als die groene poncho me de hele tijd dwars zit? Xavier, hoe vaak moet ik het zeggen? Sta op uit mijn stoel. De koning! Luister, wij moeten even praten. Alleen... Hey, de tijd is eindelijk gekomen. Zoals je weet ga ik vrij binnenkort naar de middelbare school. En rondhangen bij de kreek wordt dan niet langer sociaal geaccepteerd. Het is tijd de kroon over te dragen. Dat betekent een grote verantwoordelijkheid. Je kunt beter een hulp BFF uitkiezen, zoals ik deed. Met mijn BFF, Randy. Yo, what's up, kleine prins? Geef me een high five. Niet nu, Randy. Oh ja, mijn fout. Oké. Ik zie je later nog wel, gast. Tja, ik ga even een broodje halen. Jij wil waarschijnlijk niks, dus laters. Luister, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de keus voor de juiste BFF is. Dat is dus je beste vriend voor altijd. Wat gebeurde er toen? Jullie zijn mijn beste vrienden van het hele koninkrijk. Maar helaas mag ik maar één BFF. Het is zo oneerlijk. Ik kan nooit kiezen tussen jullie twee. Dus laat ik jullie kiezen. Jullie vechten erom. Dat meen je niet, toch? Je maakt een grapje. Jullie kiezen een wapen uit de selectie op deze tafel. De eerste die de grond raakt, verliest. Wat? Echt niet? We gaan niet vechten, toch, Maya? Maya, wat ben je aan het doen? Dit is niet persoonlijk, Omar. Maar het is tijd dat ik eens win.